Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail, bouwen op Olympisch niveau. Welkom bij Tijd voor Volleybal, een gloednieuw seizoen van Tijd voor Volleybal vanuit onze eigen studio. Dit seizoen 2023-2024 vind je ons om de twee weken op dinsdag om 8 uur op YouTube en natuurlijk in je favoriete podcast-app. Iedere aflevering bespreek ik met drie prominente volleyballers de eredivisies, het laatste volleybalnieuws en alles wat met volleybal te maken heeft. Net als vorig seizoen bellen we een Oranje International, vandaag bellen we met de bondscoach van de Oranje Dames, Felix Kozlowski. Onderwerpen van vandaag zijn. Drie Eredivisie-teams treden aan op het Europese strijdtoneel, maar overleven de eerste ronde niet. Drayma Dynamo wint de eerste prijs van het seizoen en bereidt zich voor op de kwalificatie voor de Champions League. Promovendus Somas Aktivia pakt haar historische eerste drie punten in de Eredivisie door met 3-1 te winnen van Sudoza Desto. Wat is de stand van zaken in de Eredivisie dames tot nu toe? Hoe zit het talentteamprogramma bij de mannen eruit en wat is het nieuwe hybride model bij de dames? Hoe heeft Felix Kozlovski het gedaan in zijn eerste zomer als bondscoach van het Nederlands damesteam? Is er voor de lange mannen nog kans op Parijs na het mislukte OKT in China? En hoe kijken de gasten naar de keiharde analyse van technisch directeur Herman Meppelink in de Telegraaf? Dit en meer bespreek ik met Redbat Strikwerda, hoofdcoach van Draaisma Dynamo Heren 1. Vera Koene, hoofdcoach van de Hollandse pot en zo VV Utrecht Dames 1. En Jeroen Rauwedink, technisch manager van de Nevobo. Mijn naam is Jeffrey Klok en dan is het nu tijd voor volleybal. Redbad, Vera, Jeroen, welkom. Uh, laten we beginnen met het wensmoment van de week. Uh, wat mij opviel waren de Griekse supporters bij de CV-wedstrijd uh, Zwolle tegen Panathinaikos. Ze hadden hun eigen vak uh, gemaakt en stonden de hele wedstrijd uh, te zingen en te springen. Vind ik wel uh, mooi om te zien. We hebben er een uh, filmpje van. Vera, jou viel in ditzelfde kader iets op. Jij wilde het hebben over de deelname van drie Europese Eredivisie damesteams aan het Europese uh, toneel. Uh, wat vind je daar bijzonder aan? Uh, nou ja, de jarenlang uh, was Liedrecht eigenlijk de enige club die uh, uh, volleyball uh, wilde doen en ook Stefa's D zelfs in coronatijd. Uh, en nu is het mooi, vind ik, het mooi dat er ook meer clubs zijn bij de dames die ook die stap uh, nemen. Uh, wat dus duidt op stappen omhoog, dus meer professionaliteit. En uh, spelen tegen teams die uh, anders soort spelen, uh, hoog niveau hebben. Dus dat helpt uh, je als club. Het helpt als team en dus ook voor je voor de Eredivisie. Je ziet tegelijkertijd wel, ze zijn nu gestrand in de eerste ronde. Waar uh, ligt het aan? Is dat gewoon tekenend voor het niveau? Wat, wat we dan treffen, ligt dat aan sterke tegenstanders. Uh, waar komt dat door? Ja, beide. Dat, kan alles, dat is alles. Uh, de ene treft inderdaad een goede tegenstander. Hè? Die speelt in Griekenland inderdaad. Uh, en dat is een stuk sterker. Anderzijds. Uh, ja, is het gewoon het eigen niveau van, uh, uh, van het team. Wat. Uh, ja, misschien lager is dan andere jaren, zeg maar. En uh, ja, dus loting is altijd een dingetje. En uh, nou ja, en verder zijn het speciale wedstrijden om te spelen. Dus het, het is druk en zenuwen en uh, dat soort dingen spelen ook veel meer dan gewoon. Uh, en het is ook echt wel wennen dat je uh, als club en als team vooral uh, dat niveau uh, moet aanvliegen en aankunnen. En wat zou dan nodig zijn? Wat zou er helpen om zeg maar wel die stap uh, te maken om ons meer te meten met het internationale strijdtoneel? Nou ja, stappen doorzetten. Dat betekent ook uh, internationaal uh, in de voorbereiding bijvoorbeeld... veel meer naar het buitenland gaan om daar je wedstrijden te spelen. Um, en ook natuurlijk uh, een, pro een programma waarbij je zelf als club of als team... nog weer meer trainingsuren kan draaien op, uh, ja, met hoog niveau uh, programma eigenlijk. Oké, okay. Redbat, jullie spelen komende week van 27 tot en met 29 oktober in Oostenrijk vierkamp om de kwalificatie voor de Champions League. Hoe kijk je daarop vooruit? Ja, ik had toch wel wat anders nog in gedachten. Want Vera, je, je, je vertelde net... Voor... Neem het weer over, Redbat. Dit ben ik wel van je gewend ondertussen. Goed. Stel maar de vraag. Vera vertelde net voor de uitzending uh, nog uh, over een trip naar uh, Svetlovsk. Uh, die zij zelf meegemaakt heeft met Avera Olympus. Maar toen uh, speelden we natuurlijk met het vrouwenteam echt aan de wereldtop. Ja, maar ook met de Nederlandse clubs nog. Hè. En als je dat afzet tegen het uitschakeld zijn in de eerste ronde... meteen tegen, nou ja, uh, matig kaliber tegenstanders... en dus is mijn vraag eigenlijk, Vera, want jij bent into de vrouwenvolleybal... Ja, en hoe lang gaan we hier nog over doen om dit weer een beetje op uh, peil te krijgen? Nou ja, je, ja, wat, is je, wat is je inschatting daarvan? Nee, hoe lang nog? Dat, zijn, dat is dan zo'n vraag: dat je denkt, nou ja, we zijn stap aan het maken. Dat denk ik echt. Als ik nu kijk naar de Eredivisie... denk ik echt dat we stap aan het maken zijn. Uh, Nationaal team. Afgelo uh, maar daar gaan we straks nog over hebben. Uh, Denken ook stappen omhoog gemaakt heeft. Zeg maar. Weet je waar jij over spreekt. Inderdaad, toen ik bij Vero zat. En uh, we hebben zelfs ook nog de Europacup finale gehaald. Een jaar. Omdat wij ook uh, 20 uur trainden in de week. Uh, 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 met wie, doet dat, wie doet dat team, nog in Nederland? Het hele nationaal team. Uh, Speels van het nationaal team gewoon in, uh, in het club gebeuren. Uh, dus dat zijn andere tijden, maar dat betekent wel dat je heel veel rondes kan overleven en dat je dus daar en dus gaat samen zeg maar. Want ter vergelijking, jij uh, traint nu bij of je bent nu hoofdcoach bij VV Utrecht, hoeveel uur trainen jullie in de week? Wij trainen uh, <laughs> tien uur ja. denk ik. Nee, Dat is niet waar, want jullie voldoen aan de licentie-eisen van de NFO, Jullie doen 21 uur in de week, Vera. Ja, <laughs> nee, maar als je aan die licentie eisen wil doen, dan in je twintig uur. Ja, ja. Dus ja. Dat, uh, dat... Nee, maar dus dat, is, dat is aanmerkelijk minder. Hè. Dus dat is de helft ja. van wat je zelf deed. Toen hadden we alle internationals nog in eigen land. Ja, op een enkeling na, op, uh, ka uh, of, uh, op Weersing uh, na of zo. Of, weet ik Weersing zat ook bij ons. Dus nou ja, dat je, bedoel ik. Dus, het gaat om dat dus je op, een 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 ander op dat moment op een plek zat, zeg maar. Uh, tegen en daar tegen de Europese top aan. Hè? Dus uh, we zaten altijd bij uh, de eerste vier, zeg maar. Uh, en het was al uh, en bij Martinez en bij, uh, bij Avero twee clubs waar de meest, alle internationals zaten, die twintig uur trainen. Ja. En wekelijks een dag naar, uh, met nationaal team. Uh, samen trainen. Dus uh, een maandag of zo gingen we dan ergens heen. Dus dat is een heel ander programma. Uh, en dat zijn ook andere tijden. Want het is niet meer van deze tijd... Ja. waar alle spelers en speelsers... en topspelers in het buitenland spelen... om ook geld te verdienen, maar ook het niveau te halen. Tot zover de Dames Europees. <laughs> Gaat ja, ja, ja. Dynamo dan wel een ronde verder komen? Uh, ja, zeker. zeker. Ja. Ja, we gaan komend weekend... Uh, tegen Oostenrijkers spelen. Tegen uh, uh, Finnen. Um, en uh, een ploeg uit Oekraïne. En uh, daar zijn serieuze kansen om uh, verder te komen. Maar altijd afhankelijk van eigen niveau, natuurlijk. Dus de loting is enigszins gunstig. Nou, de. Ik weet niet of het direct gunstig is. Soms kan het heel goed zijn dat je één hele sterke ploeg hebt. Die dan in zo'n poeltje van vier, alle drie die wedstrijden wint. En dat je dan misschien één of twee zwakke broeders tegenkomt. En dit is allemaal ongeveer van hetzelfde niveau. Maar, maar ja, ik ben positief ingesteld. Dus ik ga ervan uit dat wij de volgende ronde halen. Oké. Okay. Het moment dat jou opviel op, op uh, afgelopen twee weken was de wedstrijd van Halkband uh, van Niemeer tegen het sieraad van Wouter de Maat en Benny Tuinstra. Niemeer wist te winnen van Wouter en Benny en werd topscoorde met 36 punten. Wat viel jou op aan die wedstrijd? Ja, ik ben natuurlijk door de jaren heen altijd kritisch op Niemeer. En dat komt omdat ik van hem hou. En, ja, dat beseft hij zich niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Hè. Vanaf het moment dat hij bij Dynamo uh, uh, bij mij de zaal binnengestapt is, hou ik van hem. En, Je hebt hem zelf één uh, jaar als speler gehad. Zeker, zeker. Een ja. en, um, ja, fantastisch talent om, uh, om op de vloer te hebben. Uh, een uitgesproken figuur, natuurlijk. En ja, een, een fantastische carrière doorgemaakt. En, maar ik ben er dus, uh, omdat ik ervan hou. Van hem houden ben ik er ook kritisch op. He, dus, en, en, um, en wat mij opviel, en ik weet niet of ik dat als kritiek moet neerleggen, maar wat mij opviel was het volgende: Hij uh, speelt met het Nederlands team het belangrijkste toernooi van de zomer, um, de Olympische kwalificatie. En dan moet na een paar wedstrijden moet hij afhaken, omdat hij met een ijszak op de knie aan de kant moet zitten. Uh, maar hij is on onze beste speler. Hij is ons internationale uithangbord. Hij kan het verschil maken als geen ander. Um, en um, nou, ongeveer anderhalve week later um, staat hij gewoon vrolijk de ballen erin te knallen um, in een competitiewedstrijd in. Um, uh, in Turkije. En dan denk ik, ja, maar hoe is dit mogelijk, jongens? Waarom hebben wij Niemir niet voor ons nationale team beschikbaar in de belangrijkste wedstrijden van het hele jaar? Misschien wel de belangrijkste van de afgelopen drie jaar. En, um, en uh, hoe, ja, hoe is dit gebeurd? Waar is dit fout gegaan? Want hij is kennelijk wel fit genoeg om anderhalve week later uh, bij Halkbank Ankara de ballen erin te slaan. Maar. Ja, ik wil dat hij voor een Nederlands team de ballen erin slaat. Want hij is van ons, hij is van Nederland, hij is niet van Ankara. Ja, hij komt gewoon ergens, uh, 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 ja, een, een dorp onder Sliedrecht. Daar komt hij vandaan. De Haag, geloof ik, ja, is hij geboren. Hè, dus, uh, ja, uh, Maar, maar we hebben, wat... hebben hem nodig, we kunnen niet zonder hem. Ja, maar eigenlijk, uh, zeg maar nu, waarom hij dan fit is. Daar kunnen we eigenlijk heel moeilijk over speculeren, dat zou je mezelf moeten vragen. Uh, Jeroen, je bent technisch manager bij de, bij de Nervobo. Eerst om even te kaderen, wat, wat valt er onder jouw verantwoordelijkheid nu in jouw functie bij de bond? Um, initieel uh, had ik en heb ik de verantwoordelijkheid over de nationale jeugdteams en opleidingsprogramma's. En sinds deze zomer heb ik uh, in samenspraak met helemaal Meppeling, technisch directeur, ook afgesproken dat ik uh, de mannen onder mij uh, neem. Dus het Nederlands herenteam. Valt hier iets over te zeggen? Ik denk Redmond dat Redmond daar natuurlijk wel een punt, is, uh, een punt heeft. Uh, ik denk dat het ook uh, Eddie, in die anderhalve week tijd... Uh, uh, was het, voor zover ik die wedstrijd tegen Alkbank heb gezien... een wereld van verschil. Met name die, de, de laatste drie, vier wedstrijden... waardoor die nou, nagenoeg niet inzetbaar was... Uh, dus dat constateer ik ook. Uh, wat er in die anderhalve week tijd is gebeurd, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat het met name een mentaal opzicht was. Uh, en, en dat anderhalve week rust of in ieder geval een andere context uh, nieuwe prikkels kan geven. Uh, fysiek gezien. Um Denk ik dat hij ook goede rust heeft gehad. Uh, ik heb hem zelf niet gesproken, dus ik, uh, ik, uh, ik ga er nu even vanuit. Uh, dat is het enige wat ik daarvan echt kan, uh, kan zeggen. Ik ben erbij geweest in OQT en heb natuurlijk wel, uh, uh, wel gezien dat, uh, dat de laatste paar wedstrijden niet, uh, niet optimaal gepresteerd was. En daar moeten we het absoluut over hebben wat daar precies gebeurd is. We komen we later op terug. Uh, jouw momenten van uh, afgelopen tijd. Jij wil terugblikken op de line-up van Dynamo tijdens ja. de Supercup. Uh, we hebben hem ook even in beeld gebracht. Uh, wat valt jou eraan op? Nou ja, ik ken uh, Redbat al wel wat langer. En uh, wat ik het mooi vind, dat uitzicht dan in, uh, in zo'n opstelling: uh, hij heeft voor zichzelf de regel en voor het team de regel. Degene die de Supercup verdiend heeft, die mag hem ook spelen. Um, het mooie vind ik, ik, ik heb de wedstrijd gezien, um, het, het was geen makkelijke wedstrijd, uh, maar hij houdt vast aan zijn standpunt, hij houdt vast aan, aan, aan zijn ideeën, hij houdt vast aan zijn filosofie. En dat werkt, dat werkt voor heel veel jongens, want het geeft ook en het schept ook helderheid. Um, We hebben ook wel eens een Supercup verloren omdat hij die, die weigerde te wisselen. <laughs> Volgens mij was je daar zelf ook bij. Ja, ik had me nog en goed En de afgelopen heeft zegt... jullie moeten dit soort wedstrijden gaan spelen... en, en de verantwoordelijkheid gaan nemen om, uh, om dit soort wedstrijden te winnen. Dus er zit een bepaalde filosofie achter, een bepaald gedachte achter. Uh, wat enerzijds natuurlijk gewoon met het ontwikkelen van, van talent... en het ontwikkelen van personen. Uh, maar het, het schept ook gewoon heel veel helderheid voor een team. En ik vind het allemaal wel mooi dat dat uh, elk jaar zo, uh, zo gaat. Dat nemen ze een beetje mee, want uh, je staat er wel onbekend. Ik heb onder jou mogen spelen als, uh, als speler. We maakten altijd de grap dat jij gewoon een hoge hoed pakt en uh, jij uh, pakt daar zeven namen uit en die mogen spelen. Ja. We hadden ook vaak in de, in de auto naar de wedstrijd toe. Dan gingen we met uh, de spelers die in de auto zaten dan gingen we voorspellen. Wat wordt de opstelling? Heel, heel zelden hadden we alles even goed. En uh, jij bent uh, de enige trainer als we nu, speel ik bij Liqueurs, tegenstander. Dan proberen we ook te kijken met welk team gaat, uh, gaat uh, de tegenstander spelen, in dit geval Dynamo. En bij jou, dan vullen we eigenlijk negen, tien namen in. Dus dan heb je op midden, nou, het kan of George zijn of uh, Duco, het kan of uh, Michael zijn of uh, Jelle. We gaan het wel zien, zeg maar. Het staat redelijk open. Neem ons eens mee, eens ja. mee in de, hoe jij denkt en, en bepaalt wie jouw startopstelling wordt. Ja, uh, uh, ik heb spelers in mijn team om, uh, om ze te laten spelen. Niet om ze op de bank te zetten, want dan kan ik ze beter in een andere ploeg laten en uh, twee keer in de week bij ons mee laten trainen om extra uren te maken. Dus als je een speler erbij neemt in je team, dan moet je hem ook laten spelen. Um, en, en natuurlijk uh, is er een niveauverschil en zijn sommige beter. En, uh, maar ik kies voor de ontwikkeling. Ik kies voor de groei. Um, en dat is mijn mindset. En, um, en die wil ik graag overdragen aan mijn spelers ook: dat het gaat om waar je kan komen. Ja, dus uh, ik ben daar zeer positief over, altijd. Ja, wat er allemaal mogelijk is. Ik denk dat er. ...ongelooflijk veel mogelijk is... ...ook al ben je niet uitermate getalenteerd. En uh, door... Uh, ...consequent goed te werken... Uh, ...hard te werken... ...maximale inzet... ...het leven uh, rondom volleybal in te richten. Ja, dus ik neem die spelers... ...allemaal mee in uh, dat proces... ...richting, nou ja, waar ligt het belangrijkste? Ja, het eind van het jaar. En... Um, en de supercup-wedstrijd noem ik al een eeuwigheid een beloningswedstrijd ja, niet een prijs, maar een beloningswedstrijd. Een beloning voor het gegeven dat je het jaar daarvoor goed gepresteerd hebt. Um, dus ik wil uh, mensen opstellen uh, die ik vorig jaar heb laten spelen. Nou, normaal gesproken had Yannick Bak had die wedstrijd gespeeld als Spaanse Loper, maar die was geblesseerd. Um, en dus dan kan ik ervoor kiezen om een nieuweling daar neer te zetten. Uh, maar ik kan er ook voor kiezen om dan te zeggen van nou Niels Lipke, ja, je kan ook wel een beetje aanvallen. Uh, ga jij daar spelen? Ja, dan hebben we ons paas in ieder geval op orde. En, uh, en, en dan heb ik jou in ieder geval uh, binnen de lijnen. Ja, want anders dan nou ja, zet ik Niels als libero neer. Daar kan ik ook voor kiezen. Ja, ik heb er nu voor gekozen om met hem de switch naar de paas lopen positie te maken. Het is niet nieuw voor hem. We hebben hem de hele voorbereiding dat ook laten doen. Um, en uh, misschien wordt hij ook wel paars lopen uiteindelijk, omdat ik ook uh, graag wil werken aan de nieuwe mogelijkheden van spelers, om eventueel niet alleen onderdelen of elementen van het spel uh, nieuw aan te leren of beter aan uh, aan te gaan brengen, maar ook misschien te kijken, well, misschien is iemand wel geschikt voor een andere positie. En dan hebben wij daar in de toekomst met het Nederlands volleybal wel een prima speler aan. En uh, als voorbeeld uh, Niels Lipke, Jelte Maan. <coughs> ja, altijd Libro geweest en um, in zijn laatste seizoen dat hij uh, bij Dynamo gespeeld heeft, heeft hij vijftien wedstrijden als Open gespeeld zat een beetje dwang achter vanwege blessures en de moesten van alles. En, en, maar hij speelde ze wel. En we gingen uh, in de winter, Jeroen was erbij, we gingen in de winter gingen we bij Mazeik spelen. Yeah, een soort uh, wintercup. En uh, uh, Jelte, die ging uh, ergens aan het eind van de tweede set door zijn inkomen. Maar voor die tijd had hij wel in zijn eentje dat hele zij aan gort geslagen. <laughs> okay. En toen was de vogel gevlogen, want die trainer van Mazeik, Vital Heine, die dacht, oké, okay, een... Uh, libero, die kan pasen, verdedigen, overname zetten, maar die ook kan aanvallen ja, en, en een beetje kan serveren. Dit is een interessante speler voor mij. Voor de toekomst. En was hij weg. Maar ik denk dat hij een fantastische carrière doorgemaakt heeft. Daarna als paasloper. Um, en uh, ik vind het hartstikke mooi dat ik daar aan mee heb kunnen werken. Dus die ik... mogelijkheden hou je ook nog open voor spelers? Zeker, zeker. Dus er zijn voor jou ook nog mogelijkheden, Jeffrey. Ik ja. heb drie jaar lang geprobeerd ja, daar... iedere dag te bewijzen als paasloper. Ja. Die pipe, je weet het als geen ander. Je nee. bent beter dan nee. wie dan ook. Daarop, dus, ja, die Surf. Ruimte. Ja, die ruimte moet er altijd blijven. Om ook op zo'n manier... Dus vandaar... Dus Niels, gewoon als basisloper in de basis. Ja, en en uh, als ik angst uitstraal als coach, ja, dan wordt het sowieso niks. Ja, en ik wil geen uh, scheidlaars zijn. Je wil niet uh, een voor als uitgemaakt worden dat ik niet met mijn spelers durf te wel die leren risico's of... nemen en die, keuze, nee. die keuzes maken. Ja, maar, maar ik heb die spelers er toch bij om ze te laten spelen, om ze te laten groeien en beter te worden. Ja, nou dan moet je zo opstellen. Ja, zo zit Hoe kijk het jij daarna als coach, uh, Vera? Nou, ik kan, niet ik kan me niet herinneren dat ik ooit een Libro... Uh... <laughs> <laughs> ze vinden wel dat ze kunnen serveren en een paar kunnen slaan inderdaad. Nee, ja, weet je, het is een mooie gedachte en zo is het ook. Weet je. je moet altijd nieuwe prikkels geven aan, aan spelers of speelsers die uh, in vastgeroeste patronen zitten. Dus die kunnen uh, weer nieuwe dingen aanbieden en uh, andere posities. Ja, dat is lastiger, denk ik. Maar goed, het is wel mooi als je daar de tijd en de ruimte voor hebt. En uh, nou, soms levert het wat op. Als dus je naar de rest van de competitie bij de, bij de heren. We zijn uh, afgelopen zondag uh, voor het eerst begonnen met, uh, nou, met de Supercup. Uh, vandaag, we nemen op zondag op, uh, is de eerste competitieronde geweest. We hebben de stand ook uh, van uh, de, de ranking van de Eredivisie. Uh, er wordt een top 4 gespeeld. Uh, aan het eind uh, de reguliere competitie, dan komt er een top 4. Zijn dat de traditionele kandidaten waar we allemaal aan denken? Liqueurs, Dynamo, Orion en Limax? Dat ligt wel voor de hand om zo te denken. Um... Uh, maar er zijn uh, meer ploegen. Zoals en, uh, nou ja, SSS Liedrecht hebben het vorig jaar natuurlijk een groot gedeelte van het seizoen ook heel goed gedaan. Um, en ook daar zijn weer nieuwe mensen uh, aangetreden die uh, nou ja, hun ambities hebben. En ja, uh, ik snap wel dat die clubs wat minder mogelijkheden hebben als het gaat om de financiën en het, het uitgebreide programma wat andere wat die, wat die vier clubs misschien wel hebben. Um, maar daar zullen ze zich niet door laten weerhouden. En moeten ze zich ook niet door laten weerhouden. Uh, ze moeten vooral er tegenaan knallen. Tegen ons, tegen jullie, tegen uh, Limax. Ze moeten er volop tegen knallen en ons gewoon gaan verslaan. Uh, want daar worden we met z'n allen beter van. Dus ik denk dat er uh, meer kan gebeuren. Uh, uh, als ik kijk naar de wedstrijd uh, PDK Heuze tegen SSS: uh, en SSS kroop door het oog van de naald twee sets. Ja. En uh, dat hadden ze deels aan zichzelf te danken, maar ook aan het gegeven dat de PDK huizen er ja ook voor ging en en een uh, ruimte creëerde in zets. dus ja weet je uh, iedereen die in de Eredivisie die wilde gewoon die wedstrijden winnen. Ja, dat is mooi, dat zag je ook wel vorig jaar. Dat lag dichter bij elkaar. Je hebt heel lang gewoon een top 3 gehad. Uh, Orion, Dynamo, Lycurgus. Daar is uh, Limax dan bijgekomen. S6 deed het in de reguliere competitie heel goed. Sliedrecht heeft eigenlijk altijd al tegen, zeg maar net uh, onder die top 3 uh, aangehikt, natuurlijk, als, als vierde plek. Uh, en je ziet nu voor heeft de ambitie om door te tikken. Uh, de PDK wil graag naar het linker rijtje. Zevenhuis probeert weer te investeren. Dus zo zijn dat is er heel wel, veel teams nou, is die... het zo dat ze. Ze zeggen dat natuurlijk allemaal. Maar... Ja, maar je moet het uiteindelijk ook wel een beetje waarmaken. Dus uh, ja, je kan wel roepen van ja, we gaan dit doen of we gaan dat doen. Ja, maar je moet daar ook dan ook echt uh, een gevolg aan geven in acties. He, dus uh, ik heb wel eens tegen uh, de kaasjijk van, uh, van PDK Huizen... Jan Kools, heb ja. gezegd. Jan, jongen, jij, moet er gewoon, jij bent stinkend rijk. Ja, Jan, jongen, je, echt multimiljonair. Jan je is de hoofdsponsor en de eigenaar ja. van Primo door Precies. de kaas. Die sponsort uh, de ploeg. He, is dus, daar uh, ook de man. Jan, jongen, ja, als jij je even boos maakt... Ja, dan sta je binnen no time, sta je binnen, binnen de top drie. Ja, en met een tonnetje of zes, zeven per jaar... Ja, kan jij gewoon een Robocup spelen. En waarom heeft ja, hij niet geluisterd dat, als het zo simpel ja, is? Ik, ik denk dat hij het op heeft. En uh, ik laat me wel verrassen door Jan. Dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren. We gaan het zien. Tiende ploeg. Uh, Jeroen, uh, in de Eredivisie Heren uh, is het talentteam. Uh, al heel lang is dat zo. Uh, hoe ziet dat project er dit jaar uit en waar wordt de focus op gelegd? Um... Nou ja, voor de jongens is het nu. Uh, we hebben een behoorlijke verjonging uh, uh, gemaakt. Het team bestaat uh, nagenoeg alleen uit, uh, uit de jonge Aranje Lichting. Uh, daarbij aangevuld nog met drie van, uh, van de jeugd Aranje Lichting. Uh, ik denk dat ze het enorm lastig gaan halen. Uh, gaan krijgen in de, in de Eredivisie. Uh, maar dat is voor ons niet het, het eerste primaire doel. Het uh, doel is om uh, uh, in eerste instantie de jongens fysiek uh, uh, en technisch goed mogelijk te ontwikkelen. Dat ze belastbaar zijn en, uh, uh, en, en dat de belastbaarheid omhoog gaat. Uh, en vervolgens uh, is het natuurlijk zeer belangrijk voor de jongens om, om onderwijs en, uh, en volleybal zo goed mogelijk te combineren. Gaan richting de 20, uh, 22 uur training in de week, uh, inclusief, uh, inclusief fysiek. In de weken waar er iets minder onderwijs is, uh, proberen we de uren ook wel op te schroeven. Uh, hiermee proberen we echt een vaste basis uh, voor de jongens te geven, om vervolgens in de eredivisie of verder uh, uh, zich verder te ontwikkelen en uh, en hopelijk uh, uiteindelijk de stap naar uh, naar A-team te maken. Uh, naast dat doel is het natuurlijk ook gewoon het doel om een goede en een mooie uitstroom te hebben richting de eredivisie. Uh, met onze begeleiding op Papendal op denken we dat, we dat we extra begeleiding kunnen geven aan een uh, nou, uh, studieintermediair. Uh, we hebben een life skill coach. We hebben een fysiotherapeut die uh, in ieder geval vast, uh, vaste uren per dag werkt. We hebben een arts. We hebben een uh, SNC coach. Dus uh, met die begeleiding hopen we dat de jongens de goede. Uh, zet te geven in de richting uh, waar ze naartoe moeten. Dus eigenlijk op het vlak van faciliteit en trainingsprogramma is het misschien wel de beste situatie in uh, Ja, dat zou, je, in dat zou je bijna wel kunnen zeggen. Uh, en natuurlijk uh, uh, is, dat, uh, is dat een heel mooi centrum. Uh, maar ik ben er ook van overtuigd dat, uh, dat de opleiding niet stopt uh, wanneer ze daar weggaan. Um, en dat we ze moeten helpen bij de transitie richting, uh, richting um, een eredivisieclub. Of uh, nou, heel uh, uitzonderlijk vorig jaar de, uh, de transfer van, uh, van de middenman Siebenkoren Black naar het buitenland. Um, die begeleiding stopt niet op het moment dat, we, dat ze uitstromen van het talentteam. Uh, dit is een eerste stap en we hebben uh, zowel eredivisie als uh, als iedereen nodig om te zorgen dat die jongens ook uiteindelijk uh, op de goede plek komen. En hoe kijk jij zelf naar de, de samenstelling van zo'n team? Want soms wordt er de kritiek gegeven ja, het zijn hele jonge gasten bij elkaar. Dus die kunnen leren van de faciliteiten die ze krijgen en de, de trainingstaf en de coaches. Maar van elkaar veel minder, want ja, ze, ze moeten het allemaal nog leren, zeg maar. Je hebt zelf als speler weer teruggegaan naar Dynamo om daar ook een jonge generatie te helpen. En dus het voordeel van een oudere speler met veel ervaring toe te voegen aan zo'n selectie... Hoe kijk jij daar nu naar, zeg maar, naar die samenstelling binnen het talentteam? Nou, dat is altijd een lastige discussie. Ik denk dat beide omgevingen namelijk uh, zeer waardevol zijn. Uh, als ik kijk naar mijn eigen uh, carrière, heb ik uh, uiteindelijk nooit een, uh, een, een talentteam uh, gehad. Uh, in die zin dat ik... Uh, toen ik de keus maakte om Eredivisie te spelen, speelde tellen team Eerste Divisie. Uh, dus voor mij was die keuze eigenlijk vrij simpel. Uh, maar ik had in de zomer bijna fulltime programma met Jeugd Oranje. En daar kon ik mij focussen op de technische ontwikkeling, op de fysieke ontwikkeling binnen een context waar, uh, waar de internationale benchmark omhoog stond. Um, en ik geloof er absoluut in dat dat, dat fundament uh, je uiteindelijk de tools geeft om uiteindelijk te kunnen presteren binnen een context als een uh, nou, top drie ploeg, top vier ploeg. Um, maar dat je dat op het moment dat je bij zo'n ploeg komt, direct kan, nee, daar ben ik ook van overtuigd. Dat kon ik ook niet. Uh, ik heb het geluk gehad in mijn eerste jaar dat ik. Uh, uh, nou, geholpen werd door de, door de oudere spelers. Maar ik kon niet vanaf het eerste moment uh, uh, de, de juiste wedstrijden op de juiste manier spelen. En daarbij moeten we ze helpen. En daar hebben we iedereen voor nodig. Om te zorgen dat die jongens uh, na uh, de uitstroming uh, op een goede plek terechtkomen. Oké, okay, en zo zien de mannen daar dus uit. Uh, de dames hebben een ander model. Die spelen niet in de competitie. Afgelopen jaren al, ja. uh, al niet. Uh, hoe ziet dat er komend jaar uit? Dat is een hybride model ja. tussen club en Papendal. Ja, dat is een hybride model uh, waarbij we de meiden uh, drieënhalve dag op Papendal hebben. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. En vervolgens donderdag, middag, vrijdag en in het weekend zijn ze bij de clubs. Um... En, en daar hopen we eigenlijk beide werelden samen te brengen. Uh, waarbij ze dus uh, hun eigen plekje moeten veroveren binnen de club. En, uh, en in het ziekenhuis moeten strijden voor, uh, voor het kampioenschap hopelijk. Uh, maar waarbij ze wel binnen uh, de context van Papendal met de faciliteiten. Uh, uh, de focus kunnen leggen op de technische en de fysieke ontwikkeling. Uh, we hebben dat vorig jaar geïnitieerd, uh, of het overleg geïnitieerd met Eredivisie Clubs. En het mooiste wat ik eigenlijk daarvan uh, van, uh, herinner is dat we uiteindelijk consensus kregen ook in de toegevoegde waarde van Papenland, maar ook in de toegevoegde waarde van de clubs. Uh, dat we aan het begin staan van een periode van, van, van dit model, dat, dat is ook duidelijk. Uh, we hebben ook nog niet het gewenste aantal uh, deelnemers. Uh, het liefst willen we. Hoeveel want, zijn het er? Hoeveel momenteel speelst. hebben we negen vaste deelnemers. Uh, overigens superstoer dat de meiden dat, uh, dat zo uh, gekozen hebben in de tijd waar het uh, nou best onzeker was of het allemaal doorging. Um, maar we merken nu dat we langzamerhand wat, wat meer meetrainers ook gaan krijgen. Um, en het is ons alles aangelegen om, uh, om te zorgen dat die meiden een mooie ontwikkeling krijgen deed, uh, dit jaar. En ik hoop eigenlijk iedereen uh, die wij binnen hebben, dat ze ook uiteindelijk voor de finales gaan, uh, gaan strijden. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel wat je gaat hebben. Maar als je het hebt over de toegevoegde waarde van Papendal, hebben we dat met de clubs zo kunnen... Benadrukken dat het met name de tijd is die we kunnen besteden aan het technische en, en het fysieke vlak. En daardoor de basis kunnen leggen voor, uh, nou, voor het fundament richting, uh, richting de top. Hoe kijk jij naar Vera? Heb je speelsters die in jouw team die hier deel uit van maken? Of hoe kijk jij naar dit hybride model? Ja, weet je, het is uh, een nieuwe. Oplossingelijk een nieuw model, uh, wat in het verleden anders was, dus ja, weet je. Het is echt te vroeg om daar nu iets van de dus het is een mooie opzet. Uh, voor uh, die meiden uh, zelf, hè, voor talenten zelf... om alle faciliteiten te krijgen die je kan hebben. Um, en ik ben, en heb ik al eerder over uitgesproken... dat ik ook vind dat je uh, in een team moet zitten... waarbij er verschillen zijn in hiërgie en leeftijd... en uh, omdat je daar ook van leert. Dus als je die twee dingen zou kunnen mixen... Ja, dan, 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 dan zou het kunnen zijn dat dat helpt... Uh, ja, VVU-Utrecht heeft geen speels daarin, omdat die ja, gewoon een andere doelstelling hebben. Uh, en geen speels. Meer maatschappelijk georiënteerd. Ja, zeker. Dus, uh, en geen uh, talenten hebben. We zijn wel druk bezig met talentontwikkeling uh, maar niet, uh, nu nog niet op dit niveau. Oké, okay. en als je kijkt naar de damescompetitie, Supercup gewonnen door VC Snake van Sliederig Sport. Een week later wist Sliedrecht dan weer een vangst te nemen. Uh, afgelopen weekend uh, stunt de promovende Somas Activia door met 3-1 te winnen van Sudoza. Uh, We hebben drie speelrondes gehad. Uh, wat, wat zegt de stand? Zegt het al iets over de verhoudingen uh, binnen de Eredivisie Dames en wat zijn die verhoudingen? Nou ja, het zegt in ieder geval dat uh, velen van elkaar kunnen winnen. Het zegt dat uh, het dringender wordt om bij uh, de eerste vier te komen. Um, we zijn nog maar bij de derde wedstrijd. Dus ik uh, denk dat we heel veel van elkaar kunnen winnen. Ik denk dat er zeker uh, zes ploegen voor die vier plekken gaan. Uh, dus het is mooi dat het aan elkaar gewaagd is. Ik denk dat het niveau ook omhoog gegaan is. Dus dat is mooi. Uh, ja, en dan uh, dat betekent dat je dus veel ook uh, attractieve wedstrijden krijgt in de e Eredivisie. dus het allemaal niet duidelijk is van tevoren. Uh, en dat, ja, dat, maakt dat het een leuke competitie is. Denk ik. En waarom zie je dat? Waarom merk je dat, dat het niveau hoger is? Zit dat in? Uh... Nou, ik bedoel, als je dus uh, veel ploegen zijn die aan elkaar gewaagd zijn, gaat het niveau in de wedstrijd omhoog. Weet je, als er uh, een paar jaar geleden was het een duidelijk verschil tussen naar de bovenste drie, vier ploegen en de rest. En dat gat lijkt nu kleiner geworden te zijn. Dus dan krijg je dat je attractieve wedstrijden krijgt... waardoor je dus meer publiek kan, uh, kan krijgen... en dat het uh, ja, leuker wordt eigenlijk. En, en even een vraag, Vera. Ja, want jij bent in het de vrouwenvolleybal. Jij weet er meer van. En is het niveau van de ploegen bovenin... is dat vergelijkbaar met jouw sliedrecht van drie, vier jaar geleden? Of doen die daarvoor onder... Nou, Eerlijk antwoord, hè? Nou ja, nou. Ja, want jij weet het. Ja, want jij hebt daar elke dag gestaan met de vrouwen van Sliedrecht. En je hebt die prijzen allemaal gewonnen. Je hebt die hoofdprijzen gewonnen, kampioenschappen. Ja, gaan die ploegen die, waar je het nu over hebt, die vier, vijf, zes... Dan komen die daar in de buurt? Ik denk dat Snake zeker in de buurt komt. Die, heeft dat, die was toen steeds derde en die, of tweede. En die uh, hebben dat uitgebouwd. Zijn bij elkaar gebleven, hebben het uitgebouwd. Trainen meer... Um, mooie structuur gecreëerd. Um, ja, weet je, en dan in, in mijn Siederecht-tijd en ook al een paar jaar daarvoor, was Siederecht eigenlijk het, de ploeg die uh, uh, een van de weinige ploegen die het heel professioneel aanpakte. qua programma, qua financiën, qua, qua wedstrijden. En als, dan is het ook een hele andere competitie, krijg je dan als er eentje mm -hmm. echt bovenuit zit, boven de rest. En dan krijg je ook. He, dat je ook ploegen tegenover je treft. Die denken, oh ja, we moeten tegen worden. Nou, wordt niks. Zeg maar zet dan een beetje min of wisselzin of wat dan ook. We zijn toch ik, slabianen? Zo, dat ja, is, Dat ja, is we niet wat van vinden. Maar goed, dat is dus nu niet zo. Ja. En uh, dus qua spanning is het, is het meer, is het beter. En ik vind het mooi dat ook, weet je, Zwolle ook uh, gaat, gaat, of, traint ook veel, zeg maar. Wil veel doen. Uh, dus er zijn meer ploegen die... En naar boven kijken. En ja, misschien nou, uh, spannender en daardoor wel beter in de zin, want ik snap wat jij bedoelt, misschien is de kwaliteit, ja, je kan zeggen, iedereen is omhoog gegaan met elkaar of iedereen is gewoon dichter bij elkaar gekomen in, in de middenmoot ten opzichte van daarvoor. Maar ik denk wel dat als je zoveel teams dicht bij elkaar hebt en die wedstrijden spannender zijn, dat ook beter is voor de speelsters om zich te ontwikkelen. Omdat je, ja, er zijn meer potjes interessant dan hiervoor, zeg maar. Nou, Hetzelfde om... bij de mannen ja, omdat je dus meer uh, uit van wedstrijden kan leren van die uh, van vijf setters of wat dan ook winnen of verliezen of uh, weet je als er dan uh, en dat als het allemaal niet zo duidelijk ligt en dat helpt denken in de ontwikkeling van uh, van de Eredivisie maar ook van speelsters zelf. ja heb je, en, maar dat bedacht ik zo net. In de tijd dat jij coach bij Sliedrecht was, wilden al die Nederlandse jonge speelsters allemaal naar jullie toe? Ja. Of moest je er ook nog wel eens hard voor werken om ze daar te krijgen? Nee, ik heb zelden iemand hoeven te bellen. Of, de, ja. dus of deed je het op zijn Belgisch? Uh. Dat weet ik niet. <laughs> Hebben jullie het een beetje meegekregen? Oh, zeg ik uh, nu iets wat jullie uh, niet uh, weten? Nee, daar is nu heel veel gedoe over Gert van den Broek. Ja. Die is uh, daar uh, weggestuurd voor uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, en daar is nu een heel uh, artikel van in de krant. Ik kan het niet heel goed benoemen, maar we kunnen het wel later even in beeld brengen. Uh, ...van uh, hoe... ...want hij was ook coach van Asterix... Uh, ...AVO ja. Beveren topclub en uh, de topsoortschool... ...en hij had verschillende functies... ...en hoe hij heel veel speelsters doorsluiste... ...met een soort van angst aan praten van ja, je moet naar mijn club komen, want uh, anders... Nou, op het moment dat een bondscoach... Uh, coach is van een clubteam in de eredivisie... dan krijg je oneerlijke concurrentie, zeg maar. Ik ben nooit bondscoach geweest, dus dat was het niet. Maar het was wel zo dat speelsers daar naartoe wilden gaan... omdat daar het beste programma is. En dat je daar de grootste kans had om kampioen te worden van Nederland. Over Gert van den Broek, want daar weet ik wel inderdaad uh, van alles van... is het... Uh, ja, als je beticht wordt van grensoverschrijdende gedrag... is het gewoon terecht dat je dat je volgens mij eventjes niet meer kan, kan nee dit, dit ging meer om ja, dus om, om zijn, uh, speelsters aantrekken ja, 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 maar om, weet je op het moment dat jij met heel veel kracht en macht jouw positie gaat uitspelen ja dan ben je gewoon ook oneerlijk qua, oneerlijk qua concurrentie enzovoort ja. en uh, dat hebben we in Nederland niet we hebben ook tijden gehad dat er uh, coaches waren die uh, coach waren van Jong Oranje ja, dat jij dan als talent naar uh, die coach gaat... omdat je dan hoopt dat daar meer uh, uh, geselecteerd wordt... of makkelijker geselecteerd wordt. Ja, daar zijn ook al in het verleden afspraken over gemaakt. Weet je, dus daar moet je ook niet aan beginnen, denk ik. Mooie brug naar het Nederlands team. De volgende onderwerp. Uh, maar eerst een nieuw onderdeel uh, in onze show, de TVV-challenge. Iedere maand vragen we een Eredivisie-team om een uitdaging te bedenken voor onze kijkers en volgers. Lukt het jou thuis om deze uitdaging goed na te doen en wil je een gloednieuw paar volleyballschoenen winnen van onze uh, sponsor volleyballdirect.nl voor jezelf en een abonnement op 1000 drills voor jouw team? Vul jezelf dan tijdens het uitvoeren van deze challenge en stuur je video naar ons op. Van alle inzendingen we, uh, kiezen we de volgende aflevering een winnaar voor, die voor zichzelf een gloednieuw paar schoenen. Mag bestellen. Let eens dus goed op! Dag kijkers en luisteraars van Tijd voor Volleyball, mijn naam is Wals Bleker, ik speel van Extra Fitting Hall, van Libro. En vandaag heb ik een mooie challenge voor jullie. Doe je deze goed naar, dan kan je schoenen winnen bij volleyball terecht. Dus let erop. goed op. Draai hem eerst op één vinger, dat gaat goed. En draai je hem ook op je andere vinger, en zo hou je dat vol. Lukt dit je? Stuur dan de video naar uh, Thijs voor Volleyball, tag hun erin, en uh, wie weet wien jij gaat schoenen! Yes! Hij is niet makkelijk, hè? maar, Mat, maar Mats was blij dat hij, dat hij ook gelukt is. Uh, hij zei, uh, ik vroeg het hem, maar hij, hij heeft er zes keer over gedaan. Dus vind ik nog best knap. Uh, ja. uh, en, uh, dus je weet het, wil jij dus een paar volleybalschoenen naar keuze winnen. En denk jij deze challenge goed uit te kunnen voeren? Film jezelf of laat jezelf filmen. Plaats het filmpje op social media. Tag tijd Volleybal en Volleybal direct. En kijk over twee weken naar de volgende aflevering. Want dan kiezen we de winnaar. Dan over naar de zomer van de nationale teams. Laten we beginnen bij de Oranje Dames. Met een vernieuwde selectie begonnen de volleybaldames aan de zomer. Revelaties als Nova Marring, Sarah van Aalen en Florien Racing maakten indruk op het wereldtoneel. Meteen in de tweede week van de VNL was er al een verbetering van het spel merkbaar. Het niveau bleef stijgen en op het EK werd een bronzen medaille behaald door tegen Italië te stunten. Plaatsing via het OKT werd niet behaald, maar met een tiende plaats op de wereldranglijst staan de volleybaldames er goed voor. Ik sprak bondscoach Felix Kozlovski in Bellen met het Buitenland, mede mogelijk gemaakt door Building Retail. did the summer meet your expectations of the national team oh i mean actually it uh it went basically even better than we than we than we thought in the beginning of the summer um i mean we uh started with a um, first week of vnl um that was um actually also uh, was difficult uh, for sure because we were missing still a lot of players but on the other side was in a perfect start and amazing opportunity to bring just new players um, like julien like nova um, alice could be uh, take their first uh, experience again on uh, playing on international level so it was an amazing opportunity for us and um, then from week two and three we were starting uh, quicker as i expected to increase our level of playing um, adding also some new players um, then I think we were using good time between uh, VNL and European Championship um, to get ready for the for the second part of the summer. And um, yeah, I think the girls, yeah, I must say they worked really. Um, yeah, well, it was really a pleasure to work with them. Um, every time, every day they come for practice, they really you can see they are hungry to get better. Um, they are hungry to work, and um, that for sure makes um, our life as, as coaches uh, it it really in a really easy way and. Um yeah, we were really enjoying that time and yeah um trying to increase again our level of volleyball and try to trying to stabilize everything what we already started in the in the VNL. Um and then yeah, I mean then we had the European Championship where of course we had we knew that we have a good opportunity to enter into the semifinals. Um if we are doing our job um stable on a good level, uh, with a good focus and um, to be honest, in the end, um, I must say that the team did it also in a perfect way. And how did you. Uh, you made the choice to go with three setters, uh, which is unusual. Normally, uh, most of the times, you take two setters. You took three setters also to take in Laura with the group, to keep Laura Dijkma with the group. Um, are you happy with that decision? How did that turn out? Uh, how do you reflect on that? Um, actually, it. Uh, we have, of course, we had um, some, of course, also some doubts before um, making that decision. Um, but we were thinking about um, when we were making the uh, the roster for European Championship and basically also for Olympic qualification. We were always thinking like, okay, who can add what uh, to the team, and what can go to help us in the, uh, the competition in which kind of situations um, that we are going maybe to face on. And um, after we had this uh, conversation and um, um, yeah we took a lot of time um, for making this decision actually, um, yeah, we, we came out to the point that we said, like, okay, we have a um, free setter that all of these three has yeah something different and something very special um, that they can add to this group, and um, something also very important that they are going to add to this group and um yeah that's actually the reason why we decided then okay we maybe a little bit unusual we go with uh, free setters um but i must also say that um all this uh that laura and Britt and sarah together um they were really making an, an amazing job together because also of course also for them is unusual uh, to go in free and um to practice in free and um yeah but after a, few, a little time it Het start to felt like really normal for us. And we were really fine with it. and um, we were managing the practice. And um, we had the roles for them, um, that they had to be in with uh, in their competition. And uh, then it yeah it doesn't feel unusual anymore, um, actually. Vera afgelopen seizoen uh, hebben we je ook te gast gehad in uh, Tijd voor Volleybal. Toen hebben we het ook uh, gehad over de. Positie van bondscoach die toen vrij kwam, toen Avital Selinger wegging. Uh, daar had jij je, je mening over, over wie dat dan, of uh, hoe die dan ingevuld zou moeten worden. Hoe kijk jij naar de prestaties van het damesteam deze zomer en ook de prestaties van Felix? Uh, nou, de uh, uh, prestaties van het damesteam denk ik dat we uh, het grotendeels goed gedaan hebben. Het is mooi om te zien dat we weer fris, modern volleybal spelen. Uh, mooi om te zien dat er nieuwe speelsers, jonge speelsers uh, inge... Nou ja, erin gekomen zijn andere ideeën van volleybal, zeg maar. Attractiever, sneller. Uh, wat ik natuurlijk altijd naar kijk is naar de setting. Dus dan uh, vind ik het mooi dat Sarah van Aalen. Uh, die ook naar een topclub gaat uh, in uh, Europa. Uh, wat Vaak de eigenlijk... bank en al de Supercup gewonnen. En Wat nog nooit gebeurd is. Hè, dus in, uh, in uh, Nederland. dat een Nederlands spelverdeel... naar zo'n uh, topclub gaat. Dus dat betekent dat je de komende jaren daar onwijs veel plezier van kan hebben. Um, dus dat vind ik A, uh, mooi. En ook mooi om te zien dat, uh, dat daarvoor gekozen wordt. En, um, en wat dat, vond jij van de keuze om drie spelverleders mee te nemen ja, naar het EK? Nou, dat is bijzonder, laat ik dat zeggen. Het gebeurt niet vaak. Um, ik heb erover nagedacht. En uh, ja, weet je, dus voor de hand liggend is het dat, um, dat een van die drie... Alle drie hebben ze een andere taak en uh, een andere rol, denk ik, in het teamproces. En uh, ja, mijn aanname, maar daar ben ik misschien slecht voor ingevoerd, mijn aanname is dat Laura Dijk, maar de leider uh, is zeg maar, uh, van dit team. En dat het heel fijn is om haar, uh, en ook als meest ervaren vrouw, om haar erbij te houden. En uh, ja, Brit en uh, Sara hebben natuurlijk beide hun eigen kwaliteiten. En Sara is een hele jonge spelverdeelster, dus dat uh, betekent dat de stabiliteit soms op belangrijke momenten, uh, ja, soms wisselend kan zijn, wat, ze, wat, wat overigens wel mee viel. En dus veel nieuwe speelsters in de selectie. Wie is jou verder opgevallen deze zomer? Uh, nou, bijvoorbeeld weet je, het feit dat Marit Jasper in, uh, in het team komt. die al jarenlang uh, speelster is van het Team. Want je zag mocht doen. Uh, het heeft ermee te maken dat, dat Sarah van Alek speelt. Uh, omdat uh, zij zoveel snelheid kan geven aan een bal. waardoor uh, er veel meer eenbloks en uh, afwisseling is. Waardoor ook een relatief kleinere speelster als een Marit uh, ja, gewoon scorend. Uh, dat levert daar de een voordeel op, zeg maar. Waardoor ja, zij dus, het, dus beter nou, is kan scoren. Om omdat Marit uh, een, uh, een goede paas heeft, uh, krijgt Sarah alles in de handen. Waardoor dat snelle spel gespeeld kan worden. En uh, kan je dus een, een relatief kleinere speelster in het veld houden, zeg maar hebben. Um, en dat, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Um, dat is me opgevallen. Jeroen, brons medaille op het EK, ver boven verwachting, zegt Felix. Hoe kijk jij naar? Ja, dat, uh, dat ben ik er wel met hem eens. Uh, en dan gaat het mij niet zozeer om de poolfase, want ik denk dat we daar uh, alleen tegen Frankrijk en, uh, een relatief geduchte tegenstander hadden. Uh, klein beetje kritisch ook wel, denk ik, dat we de halve finale tegen Servië er meer uit hadden kunnen halen. Uh, achteraf... Uh, is het altijd makkelijk praten, maar ik denk dat dit soort momenten voor het team heel uh, heel herkenbaar gaan zijn. Van shit, uh, uh, het had echt aan ons eigen spel te maken dat we verloren van Servië. Uh, dus dat een kleine kritische noot, maar dat je de volgende dag uh, of twee dagen later in dit geval uh, uh, tegen Italië wel wint. Um, heeft denk ik ook wel met het karakter en het werk wat je, uh, wat je deze zomer erin hebt gestopt. Het geloof wat die meiden hebben gehad. Uh, ja, jij benoemde het al uh, vanaf de tweede week 4-0. Um, waarbij je een brede maar jonge selectie uh, hebt. Um, en die denk ik toch uh, uh, ja, misschien. Nog een stukje zonder verwachting kunnen spelen. Uh, overigens vind ik dat ze die, die wedstrijd tegen Italië uh, zeer netjes hebben, hebben uitgespeeld. En Vera noemde daar al, uh, Marit Jasper was daar uh, van enorme waarde. Ja. En, en naast haar wil ik ook nog iemand anders uitlichten. Ik vind Indie Bains daarin uh, ja, zeker. Zeer, uh, zeer gegroeid ten opzichte van vorig jaar. In opzichte van vorig jaar zie je eigenlijk uh, de meiden die langs de kant hebben gestaan. Uh, hebben grotendeels uh, dit jaar in het veld gestaan. Um, en ik denk zeker door, door het, het snellere spel. Uh, maar ook een stukje turf van Sarah van Aden... dat een aantal uh, meiden daar, uh, daarvan zijn gegroeid. Uh, waaronder vind ik een uh, Indy Bayens die. Die, uh, die regelmatige stopscorder van, uh, van het veld afkwam. En uh, ik denk dat die. Uh, nog een mooie toekomst voor, uh, voor heeft. En met deze... Uh, op, ja, nou ja, nu, maar, als ik nog wat mag zeggen. Ja, zeker. zeker. Wat mooi is om te zien, hè, dat klopt. En in die wijze is echt een duidelijke die mooie stappen gemaakt heeft. Maar wat mooi te zien is, is dat er ook veel meer uh, plezier in het volleybal is gekomen. Veel meer luchtigheid in, uh, in het team lijkt gekomen te zijn. Dus dat, weet je, een wisseling van trainer, uh, helpt dat dat helpt vaak, zeg maar. Dat je een andere aanpak krijgt, waardoor er uh, ja, nieuwe prikkels ontstaan. Um, maar ook lijkt er heel veel van ze afgevallen te zijn. En als ik naar Celeste Plak kijk bijvoorbeeld, dan denk ik aan die uitstraling te zien dat hij meer plezier in het volleybal heeft dan uh, de jaar, het jaar daarvoor. Uh, wat haar dus heel veel brengt. Zeg maar. En dat is alleen maar een voorbeeld. Dus dat is, dat is ook een goede uh, nou, ontwikkeling. En dat is ook goed wat deze bondscoach dus heeft gebracht. Dus moderne volleybal, maar ook weer ja, plezier. Ja. En met deze resultaten van deze zomer tiende plek op de wereldranglijst, goede uitgangspositie voor de kwalificatie via de ranglijsten op uh, Parijs 2024. Uh, wat zegt het uh, Jeroen, die 4 gaat belangrijk zijn aan het begin nog steeds om dit vast te houden? Hoe kijk jij ernaar? Ja, het is de 4NL poolfase. Je hebt twaalf wedstrijden om deze positie te bouwen, uh, En die gaat, uh, die gaat cruciaal worden. Um... Hoe gek het ook klinkt, de loting gaat ook wel bepalen hoe, hoe ons verloop gaat worden. Um, om een voorbeeld te stellen, als je in de eerste week van de 4-NL een aantal toplanden uh, treft die, uh, uh, die al gekwalificeerd zijn, ga je wellicht uh, veel punten halen tegen teams die misschien nog niet hun beste speelsters hebben opgehaald. Dus ook, ook daar zit nog een factor toeval in. Maar dat zal op zich... Iedere tegenstander overkomen. En dat, zal, nee, dat, dat klopt, maar uh, uh, ik denk dat de 4NL voor de teams die gekwalificeerd zijn... Uh, echt als aanloop naar de Olympische Spelen gebruikt gaat worden. Uh, daar waar voor vier, misschien vijf teams uh, het, het do or die gaat worden. En, en dat gaat wel, uh, wel verschillende dynamieken opleveren, denk ik. Dus er zit een kleine factor toeval in. Maar ik, ik denk als we kunnen zorgen dat we de ontwikkeling... die we hebben doorgemaakt afgelopen zomer... Uh, met toch ook een moeilijk OKT-toernooi uh, uh, waar je toch ook alweer voor een plek voor de Olympische Spelen hebt gespeeld en ook die ervaring weer in de rugzak hebt, uh, kijk ik absoluut met vertrouwen tegemoet dat we, dat we in de 4NL uh, deze plek kunnen blijven bouwen. Dan over uh, naar de lange mannen. Aan het begin van de zomer uh, ook de uitstekende uitgangspositie van uh, tiende op de wereldranglijst. Met de sterke Volley Nations League, waar net niet de Final 8 gehaald werd, begon de zomer goed. Hierna volgde een topprestatie met de vijfde plaats op het EK nadat de lange mannen in een zinderend duel het loodje moesten leggen tegen Italië. Maar een dieptepunt werd bereikt tijdens het Olympische kwalificatietoernooi in China. Nederland wist maar twee van de zeven wedstrijden te winnen en verloor onder andere van Canada, België en Bulgarije, die lager op de wereldranglijst stonden. Van de tiende plaats zijn de lange mannen teruggezakt naar de dertiende Plaats waardoor de kansen voor Parijs kleiner zijn geworden. Het toernooi bracht niet waarop voorafgaand gehoopt was, maar de kans op deelname aan de Spelen van Parijs 2024 is nog niet verkeken. Twee weken na het toernooi maken we de balans op samen met dus Jeroen. Jeroen, wat, wat, wat valt er te zeggen over, over deze zomer? Het is een beetje een domper die bij iedereen denk ik is ingeslagen. Wat, wat valt er nog over te zeggen? Um, nou, een domper vind ik nog, uh, nog zacht uitgedrukt. Uh, teleurstellend. Zeer teleurstellend. Uh, en ik, uh, ik denk dat we toernooi, uh, uh, dat we fysiek fris waren. Ik denk dat we mentaal, net zoals ieder ander team, uh, het, uh, het lastig hadden. Uh, aan het einde van de zomer uh, met een nieuw uh, systeem voor de World heeft. Uh, heeft de hele zomer elke wedstrijd voor onze finale gebleken. Um, en dat heeft goed uitgepakt. Want we hebben uiteindelijk een mooie tiende plek uh, weten te behalen voor het OKT. Um, eerste wedstrijd tegen Canada kom je twee in voor. Um, met niet goed spel. En, uh, en dat hebben we niet door weten te drukken. Uh, vervolgens tegen Mexico was... Uh, nou, achteraf gezien hebben Mexico alles, uh, alles verloren. Dus het was eigenlijk een, een fijne... Fijne tegenstander om er wat ritme op te doen. Uh, en tegen België zijn we zwaar door de ondergrens ingezakt. Uh, en, uh, en daar is veel over gesproken tijdens het toernooi. Uh, ik denk dat we enige reactie hebben laten zien tegen Bulgarije, maar dat was niet genoeg. Tegen China uh, met, uh, met vechten en strijden uh, hebben, we hem, uh, hebben we hem gewonnen. Uh, maar wat ik daar gezien heb is dat een aantal jongens die, uh, die waren volledig op. En leeg. En uh, na twee verliespartijen tegen zowel België als Bulgarije was het uh, voor een jongens die, die al zo lang richting Olympische Spelen kijken en, uh, en vechten voor een plekje um, zwaar teleurstellend en, uh, en, uh, en zeer moeilijk om op dat moment op die positie um, de volgende dag weer, uh, weer met de frisse neus te staan. Op in fysieke zin of in mentale zin? Uh, ik denk met name mentaal. Um, we hebben het in het begin van de uitzending al over gehad. Uh, fysiek gezien. Uh, 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 kan het zo zijn dat je de laatste drie wedstrijden. met knieën op de ijs zit. en, volgende, en over anderhalve week. Uh, of anderhalve week later dat je, dat je 36 punten binnenslaat. Uh, ik denk dat we er fysiek gezien. op zich uh, goed voor stonden. Maar we moeten niet vergeten wat voor, uh, wat voor druk het meebrengt. Om, uh, om elke wedstrijd de finale uh, te laten zijn. Die punten die je moet behalen, omdat dat. In mijn ogen een, een zeer realistische kans was om, om het via deze weg te balen. Um, en dat heeft de, aan het einde onze, onze kop gekost. Um, denk ook wel een klein beetje de, de breedte van de ploeg. Uh, we hebben, als je puur naar de diagonale positie kijkt, uh, heeft niet meer uh, tot de laatste drie wedstrijden eigenlijk alles gespeeld. Uh, achteraf kan je zeggen dat hadden we anders moeten doen. Uh, maar goed, in die wedstrijden uh, in de VNL en het EK hebben we hem ook nodig gehad. Ja, want um. Herman Meppelink zei in de Telegraaf, die zei best hard dat er fouten beslissingen uh, zijn gemaakt gedurende de zomer, is duidelijk. We hadden het achteraf anders moeten aanpakken. Er, zijn, er is nu te veel op de schouders van een te kleine groep terechtgekomen. En hij zei over niet meer, hij had achteraf in de Volleyball Nations League meer rust moeten krijgen, zodat hij niet uitgeput zou zijn tijdens de Olympische kwalificaties. Dat wordt vaak gesuggereerd, van had je hem niet eerder kunnen sparen in de zomer. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, van ja, de wedstrijden die je dan bijvoorbeeld eventueel zou verliezen omdat je een zwakker team hebt, die kost hij ook punten voor de wereld ranglijst had het geholpen uh, nou ja ik, ik denk exact wat jij zegt uh, voor mij is het eigenlijk uh, als je naar de begin van de zomer kijkt uh, uh, hadden we onszelf af moeten vragen hebben we eigen keus gehad uh, als je naar het team naar belgië kijkt uh, die die op het nippertje de ticket uh, niet heeft behaald uh, die hebben via de ranking geen kans Um, dus die hebben alles op dit toernooi gezet. die hebben gezet. alles op dat toernooi gezet. Um, en ik denk dat wij in het begin van de zomer. Um, uh, ja, tuurlijk heb je een keus. Maar die wildranking was voor ons zo belangrijk. En dat, dat, dat maakt dat systeem zo belangrijk. Dat je elke dag op, uh, op je top wil zijn. En in het begin hebben we. Um, Enigszins pech gehad, ook wel met, met blessures, met het wegvallen van Thijs de Horst uh, in het begin van de periode. Uh, Wouter, die uh, wat later bij ons, uh, bij ons aansloot. Uh, de keuzes gemaakt om uiteindelijk Wouter te maat om, uh, om, uh, om op de paars lopen te zetten. Uh, bewust ook om te kijken of we daar wat meer kwaliteit konden brengen. om die laatste stap uh, uh, te gaan maken richting, uh, richting echte top. Heeft dat gebracht waarop gehoopt werd? Nou ja, kijk, uiteindelijk kan je natuurlijk uh, uh, naar kijken. Uh, heeft hij uiteindelijk op de lopen gebracht. Wat hij uh, op de diagonaal eventueel had kunnen brengen. En dat is achteraf natuurlijk gezien. Ik denk dat hij uh, wel extra dynamiek op de looppositie heeft kunnen brengen. Uh, maar te weinig tijd heeft gehad om daar een stabiele factor uh, in, uh, in te laten zijn. Nou, naar dat soort keuzes gaan we absoluut kijken. En gaan we absoluut evalueren. En daar zitten we nu midden in dat, uh, in dat proces. Redbart, hoe kijk jij naar de zomer van de heren? Ja, kijk, ik heb uh, vandaag aan mijn collega-trainer uh, van Lycurgus, uh, Ayan Thij, beloofd dat ik hier geen uitspraken ga doen die schadelijk zijn. Zowel niet voor mij, voor hem, niet voor Jeroen, niet voor jou, uh, Jeffrey ja, en niet voor het Nederlands volleybal. Ja, je gaat je inhouden. Nee, dus uh, ik kan hier gewoon helemaal niks over zeggen, dat snap je wel. Ja, dat... Kijk, ik vind altijd ergens iets van. Hè? Uh, altijd. En, um, ik heb Wouter de Maat in mijn team gehad in Zwolle en ik heb Wouter de Maat zich zien ontwikkelen tot een fantastische diagonaal die in Turkije in staat is geweest om meerdere jaren achter elkaar die ploeg naar het kampioenschap te slaan. En dus ik zou zeggen: Wouter de Maat lekker op diagonaal houden, want die is daar het beste. En al die uh, jaren heeft Thijs de Horst aan de linkerkant gespeeld, hè? dus. En, maar dat zijn de keuzes, en, zoals ik uh, daar straks al zei, ja, ik, uh, ik switch ook met posities met spelers, laat ze ook andere dingen doen. En dus dat zijn ook de keuzes die natuurlijk een, een, een coach altijd mag maken. En, uh, en maar met zeg maar, een geblesseerde, een meer of een Niemeer die misschien uh, op is omdat hij mentaal elke dag zich weer moet opladen, nou, dan is uh, Wouter de Maat denk ik een perfecte vervanger daar. Tenminste, zo zie ik dat. Maar ja, ik ben er ook niet bij geweest. Ik heb ja, niet maar de, dat is misschien ook nu lastig achteraf zeggen. In de zin van ik denk dat op voorhand de keuze dan gemaakt wordt om te zeggen, ja, we willen het liefst eigenlijk... Wouter en Nimir zijn toptiammer. Nee, dat halen. snap dat ik. Dat is, dat is helder. Dat, dat die en, gedachte heeft geleefd. Ja, maar daarvoor is het natuurlijk wel kort dag. Ja, want je gaat iemand die al tien jaar diagonaalspeler is en uh, daar uitermate goed rendeert, die ga je naar een andere positie halen. Uh, dus, uh, ja, maar dat is uh, nu achteraf, want als Nimir het wel had volgehouden en het goed had gedaan, dan heb je Wouter op de bank. Dat is de situatie die je eerder hebt gehad. Tuurlijk. En dan is de, dat die tekortkoming, wil ah, je, je zeg maar, passeren. Ja. ...snappen we natuurlijk allemaal. Ja, dus, uh, um, het, het, uh, het gegeven is dat je um, kunt constateren dat een ploeg als Duitsland... ...alles op dat toernooi gegooid heeft en zich geplaatst heeft. De Belgen hebben ook alles op dat toernooi gegooid. Die zijn zo suf geweest om de laatste wedstrijd... ...de Bulgarije twee sets, allebei met twee punten verschil te verliezen... ...waardoor ze zich niet geplaatst hebben. En uiteindelijk heb je nog een kans nu omdat Cuba... En uh, zich niet geplaatst heeft, hè, omdat uh, de wedstrijd tussen Italië en Brazilië gunstig gevallen is, was die de andere kant op gegaan, dan had Cuba zich alsnog geplaatst en, en dan was je die plek al kwijt geweest, en dan had je al geen kans meer gehad. Um, en, ja, weet je, we, we hangen onszelf op, we zitten vast ja, en, en, en niet meer moeten doen ja, en uh, dan draaien we een beetje met de paarse lopers en we kunnen misschien af en toe nog eens iemand anders op het midden zetten ja, en, um, ja, uh, en, en dat is het dan ongeveer en misschien hebben we ook gewoon niet meer dan dat op dit moment. Weet je, soms moet je ook gewoon eerlijk zijn: van dit is wat we hebben. En, en dan hebben we ook gewoon misschien niet meer dan dit. En, ja, en dan hè, zijn we van 14 naar 10 gegaan en nu gezakt naar 13. Uh, en is dat ook ongeveer onze plek? Ik denk ook dat dat zo is. Ja, en, um, als je kijkt naar de breedte van wat we aan Nederlandse topspelers hebben, hè, bij welke topclubs spelen er nou Nederlanders? Hè, en, en, maar dat is natuurlijk in, in de tijd dat we Olympisch kampioen werden, speelde alle spelers van het Nederlands team... die in de basis stonden... allemaal bij internationale topclubs. En, en, uh, en dat aantal is natuurlijk kleiner. En, uh, en dat is een afspiegeling... van hoe je er als land ongeveer voor staat. Ja, ja, wel in ja, dan nou, het is aan. natuurlijk een utopie. Ik hoor Jeroen zeggen... ja, ik weet niet of we een keuze hadden. Het is natuurlijk een utopie om te denken... dat als je één... Supervolleyballer in je team hebt, zeg maar, dat die en de VNL en de EK en de OKT goed kan zijn. Ja, want zo'n piekmoment kan je nooit zo lang uit. Zes weken toch? Kan, ja, en ja. dan ben je er wel eens een beetje. Ja, dan kan je nooit zo lang ja. uitsmeren. Dus dat betekent. Ja. En natuurlijk is het zo dat, dat een land uh, als België het dan niet redt, zeg maar, omdat die alles op één, op één ding gegooid hebben. Ja, en daar komt ook heel veel druk op te staan als je alles richt op. op maar die lopen. Duitsers hebben dat wel gedaan, hè? Ja, ja, dus, ja dat uh, precies. Dus het is een ja, keuze. Ze hebben ja, Dat was ja, ja. een keuze, maar het is ja. echt. Je kan niet verwachten van één speler dat hij zo lang, van heel zomer top is. Dus je had hem in bescherming moeten nemen. Dat denk ik. Nou ja, Het is ook leergeld wat je natuurlijk ergens betaalt. Maar ja, dat wil je natuurlijk niet als je je kan kwalificeren... of als je een duikeling op de wereldhanglijst maakt. Dan wil je geen leergeld betalen. Ik bedoel, het gaat niet over een potje in de Eredivisie... en volgende week spelen we er weer eentje. Ja, en, dit is hè, een, een cruciaal moment. Zek, zeker, zeker. Dus... Achteraf kunnen we, er, kunnen we er van alles van vinden natuurlijk. Daar gaat het er altijd over. Maar het is wel zo hè, dat je niet... Kijk, als je gewoon een team hebt wat je door kan wisselen, wat je gewoon kan gebruiken. Maar als je de hele tijd, en als ik heb gezien, ik heb niet alle wedstrijden gezien, ook niet. Maar wat ik heb gezien, speelde hij echt heel vaak. Ja, en die toplanden die kunnen zich dat permitteren. Omdat echt veel nodig is in de zomer. Die toplanden, die hebben natuurlijk een tweede en een derde en misschien nog wel een vierde. Die allemaal net zo goed zijn. Of ongeveer even goed. Ga je in Polen kijken, en dan kan je gerust 16 middenmensen vinden. Die allemaal beter zijn dan de beste Nederlander. Nee, maar ongeveer. Ja, ik stel het heel zwart-wit, nee. maar er zijn er wel in ieder geval vijf beter. Meer keuze. Ja, dus, dus die kunnen altijd nog een beetje rouleren. Die kunnen zeggen van, nou ja, we gaan naar Canada, laten we er eens even een paar thuis laten, zodat die geen jetlag oplopen of zo. En die gaan dan trainen en dan kunnen ze een beetje tot rust komen. Ja, dat, dat is het voordeel van die toplanden. En wij hebben gewoon niet genoeg spelers van dat kaliber. Als we dan vooruitkijken, de kwalificatie is nog mogelijk, maar moet via de wereldranglijst. Er staan nu dertiende. Uh, de negende plek is nodig, anders dan bij de dames, omdat er uh, één team van onder, zeg maar, uh, de kwalificeert en, en er één plek minder vrij is via de, via de wereldranglijst. Um, Finale aan het begin van de zomer, die drie weken gaan ook weer cruciaal zijn, hè Jeroen? Ja, dat is, uh, dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als bij de dames. Um... Het wordt cruciaal. Uh, en... Um, nou, je ziet al. Het is ongeveer een gat van 40, 50 punten. Um, en dat is, uh, dat is echt heel groot. En dat is echt heel Ja, groot. want het gaat om het gat tot, uh, tot Servië. Tot dus Serbia. die negende plek, die moet je eigenlijk overnemen. Ja. En um, daar waar je bij de dames eigenlijk... Uh, denk ik het zelf in eigen hand hebt. Uh, verwacht ik dat bij, uh, bij de mannen niet zo. En... Um, en toch, en toch maakt die ene kleine kans die we hebben op de Olympische Spelen dat, dat vuur nog, nog levend. En ik snap dat het absoluut uh, nu nog kort tijd is om te zeggen: uh, we gaan ervoor en, uh, en we gaan zorgen dat we het, dat we het gaan halen. Maar ik, ik heb de absolute hoop voor dat uh, als we straks in april weer beginnen, dat, uh, dat iedereen zich realiseert dat we, dat we die droom nog steeds met z'n allen hebben. Dat dit een unieke kans is, ook al is die, uh, is die zeer klein geworden. Naar, uh, na een uh, iets teleurstellend verloop van, uh, van het OKT. Wil je nog iets toevoegen, Rebaf? Nou ja, de, 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 kijk, we, we hebben misschien toch iets kunnen leren... Um... En dus het monitoren van die spelers die in allerlei andere landen zitten. Want het merendeel hebben we natuurlijk niet meer een eigen huis. Jij speelt in Nederland, jij zit daarbij. En misschien dat er nog een enkeling vanuit Nederland in die groep zal zitten volgend jaar. Maar die spelers die zitten in andere landen. En die spelen allemaal competitie. Nou, hoe kun je dus vanuit Nefobo-kant, technisch beleid. het zo monitoren dat die spelers niet opgebrand zijn op het moment dat. Die VNL die paar weken daar uh, aanstaande zijn. Ja, want niet meer moet weer om het kampioenschap spelen. Ik noem maar iets. Ja, en, uh, en die moet misschien wel halve finale of finale Champions League spelen. Uh, of ouder of iets dergelijks. Hè, met Benny Tuinstra. Dus ja, dat je die spelers, ja, hoe kan je dat. Want ik snap ook de clubbelangen. Die trainers die daar zitten, die denken, ja, ik, ik stel niet meer gewoon op. Ja, de, de, de groeten met je gedoe over doordraaien of wisselen of zo. Ik moet gewoon winnen, want anders dan ben ik mijn baan kwijt. Ja, en, ja, en, en zo zitten die trainers erin. Maar ja, dat je toch ergens dit gaat monitoren, zodat je uh, al die spelers die van belang gaan zijn uh, straks, en dat is dan die hele groep, maar dat je ze allemaal fris en fruitig ook nog een beetje binnenkrijgt. En uh, met genoeg speeltijd met uh, voldoende training um, uh, voldoende mentale training omdat ze veel belangrijke wedstrijden gespeeld hebben en, en dat je meteen uh, als die 4NL begint dat je er meteen op kan knallen want ja, er is maar één kans dat is uh, vier toplanden verslaan ja, of in ieder geval landen die boven je staan en deze zomer hebben we van geen enkel land boven ons gewonnen en uh, en we hebben meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Dus, uh, uh, dus ja, je moet wel iets gaan, gaan laten kantelen. Wil je dat heel snel voor elkaar gaan krijgen? Want anders dan mm. ja, hang je op de laatste tweede wedstrijden en dan weet ik wel weer wat gaat gebeuren. Nou, ik, ik om daar. Laatste woord voor Jeroen. Ja, om daar. Toe te voegen, afgelopen jaar zijn we al met die monitoring begonnen. Ik denk dat je moet monitoren wat je zelf in eigen hand kan houden. Dan kan je kijken naar het medische gedeelte en naar, naar de krachttraining en dergelijke. Speeltijd krijgen, daar ben je natuurlijk als speler gewoon verantwoordelijk voor. Als je je niveau haalt, dan moet je zorgen dat je ook binnen het veld staat. Dat is natuurlijk cruciaal. Uh, maar we zijn ook begonnen inderdaad met het mentale aspect en, uh, en afgelopen jaar om daar al stappen in te nemen. Uh, en afgelopen zomer ook uh, hard aangewerkt. Uh, uiteindelijk niet geresulteerd wat, uh, wat we natuurlijk hadden gehoopt. Maar ook daar zullen we komende jaar, of komende jaar, komend seizoen richting, uh, uh, richting de 4 l moeten, uh, moeten gaan monitoren. En, en ook al stap in gaan moeten nemen. Want het, uh, het, het seizoen eindigt 29 maart uit mijn hoofd. Uh, of 29 april. april, sorry. Uh, en 17 mei uh, zitten we volgens mij al het vliegtuig richting, uh, richting de belangrijkste wedstrijden voor, uh, voor het nationaal team. Dus je hebt geen tijd en je moet zorgen denk ik uh, als bond zijnde uh, voor, je, voor je spelers. Want dat wordt niet altijd uh, door, uh, door verschillende clubs gedaan. Tot zover. Uh, als laatste nog een leuke TV-nieuwtje. Volgende week mogen wij samen met de Nevobo de bekerloting van de Nationale Beker 2024 verzorgen. Live op ons kanaal vind je de loting en gaan we duiden samen met analisten aan deze desk. Volgende week dinsdag 31 oktober om 20.30 uur 30 op het YouTube-kanaal van Tijd Volleybal. Zorg dat je erbij bent. Voor nu bedankt Jeroen, Redbad en Vera uh, dat jullie bij ons aan zijn geschoven voor deze eerste van het uh, seizoen. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal over twee weken. Dus de volgende aflevering, dan bespreken we de oprichting van de nieuwe Eredivisie Mannen met voorzitter. Wijnand Geerdink en werpen we hebben een blik bij onze zuiderburen met Jatta Maan. Zorg dat je geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal en zet de notificaties aan. Dan krijg je als eerste een melding van onze volgende aflevering. Tot de volgende keer bij de Bekenloting.